Hallo, ik ben Astrid Niersman. Ik ben aanjager afspraakbanen hier binnen het UMCG. We gaan straks beginnen hier met een bijeenkomst. We hebben op dit moment 50 mensen met afspraakbanen aan het werk in het UMCG. En we hebben de bijeenkomst vandaag is voor leidinggevenden om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. We hebben vandaag ook jongeren van het Gemaris College uitgenodigd. Die gaan zichzelf op een creatieve manier presenteren. Ze hebben een film gemaakt. En daarmee willen ze ook een beeld geven van wie dat zijn, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. En ze gaan daarna ook in gesprek tijdens de borrel met leidinggevenden om een gezicht te geven van wie zij zijn. We gekeken naar of we mogelijkheden hadden voor participatiebanen. Nou, dat was eerst wat moeilijker. Mensen hadden daar niet zo'n heel goed beeld bij. Maar recent zijn er toch een aantal zaken voorbij gekomen waarvan we zeiden, hey, misschien liggen daar goede kansen en mogelijkheden. En dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Je kunt ze echt op echt eenvoudig werk waar echt laag geschoold is. Dat is facilitair heel geschikt voor. Maar je ziet ook een heleboel mogelijkheden op echt hooggekwalificeerd werk. Je ziet ook vanuit de doelgroep zijn er echt wel een heleboel die ik heb gezien die wiskunde gestudeerd hebben. Maar gewoon niet de sociale vaardigheden beschikken om echt in een harde arbeidsmarkt te kunnen concurreren met mensen die er wel goed kunnen. Als je die nou eens de kans geeft, dan zou je dus verrast kunnen zijn over hoe waardevol ze kunnen zijn. Nou, ik vond het heel nuttig, omdat je toch ziet dat er een soort angst, denk ik, is soms bij leidinggevenden van, oh, die zijn altijd ziek, of dat is lastig, wat moet ik ermee? En je ziet toch wel door alle verhalen hier dat het eigenlijk best wel meevalt en dat het juist jouw afdeling heel veel kan bieden. Ik zelf als patiënt weet ook hoe het aan de andere kant is. Dus ik snap mijn patiënten denk ik ook misschien net wat beter. En ik denk dat altijd goed is. En dus vanmiddag gaan we hier om te laten zien wat is de doelgroep. Nou, dat kan van mij zijn, maar tot ook alle jonge lui die hier waren. Dus heel breed. Ja, en voor de rest zie je gewoon veel succesverhalen, zeg maar. En dan, dat ook gewoon echt wel kan lukken. Maar dat je er wel toch wel even de nodige aandacht aan moet schenken. Dat is eigenlijk wat ik vooral wel meeneem, denk ik. Nou ja, zoals jullie zien zijn er allemaal gesprekken gaande met de leerlingen, maar ook met andere leidinggevenden. En ik hoor terug dat het een hele inspirerende bijeenkomst was waar je vooral de enthousiasme eigenlijk ervan afspat. En dat merk ik ook, dat iedereen hier zin in heeft en denkt van wauw, dit is mooi. En ook de jongeren van het Gemaris College, die hebben echt ook volgens mij wat harten ook geopend bij leidinggevenden van oh ja, dit zijn echt jongeren die we echt een kans zouden willen gunnen. Ja, ik vind dat leuk om te zien. Goed kijken naar de mogelijkheden. Kijk, ik heb het wel een paar keer aan de orde gehad met alle leidinggevenden binnen mijn afdeling. En we zagen nooit mogelijkheden. Maar ineens komt er iets voorbij. En als je dit dan goed opslaat in je achterhoofd en daarbij nadenkt, ja, dan houdt het in je achterhoofd. En ik denk dat je heel goed moet proberen je vooroordelen even uit te schakelen. En dan zie je gewoon dat het gewoon iemand is zoals jij en ik. Die toevallig één ding ietsje minder kan.